Richard, vorig seizoen finalist in het Haaglander voetbaltoernooi, de Sir Winston Cup. Ja, jullie verloren wel die finale. Maar goed, tijd om de tweede prijs te verheffen. Ja, we hebben vorig jaar 3 finales verloren. Maar goed, hartstikke leuk dat we hier nu vanavond met z'n allen zitten. Morgen lekker vrij. Dus we hadden bewust hier ingepland, zodat we vanavond even een leuke teambuilding hebben met z'n allen. Met de trainer moet je dan altijd even praten over de resultaten. FC Schavenzand begon geweldig aan het seizoen. Ja. Nee, absoluut. We hebben een hele goede start gemaakt, gelukkig. Want je ziet dat je... Ja, het is met pieken en dalen. En heel goed begonnen, maar toch een hele lastige fase gehad. Maar ook dat is wel een beetje verklaarbaar. Want als je kijkt in die periode tegen wie je speelt... Als je het hebt over Volendam, je hebt het over Telede, je hebt het over Jong Den Bosch, je hebt het over Feyenoord. Dat zijn ploegen, daar kunnen we de volgende keer ook van verliezen. Dus wij zijn niet in paniek geraakt. Maar ik moet zeggen dat ik wel afgelopen zaterdag blij was met de 3 punten. Want die waren wel heel belangrijk. Ja, want als je dan bovendien, je ziet je steeds verder wegzakken. Ja. En dan eens plotseling moet je de blik naar onder gaan richten. Nee, dat is ook zo. En dat hebben we van tevoren geroepen. Het is een hele zware... Een zware pool, en dat blijkt ook wel, want als je kijkt naar de stand, er staan heel veel ploegen heel dicht bij elkaar. En 2 of 3 keer verliezen, dan moet je toch weer vrezen. Dus afgelopen zaterdag waren voor ons wel toppuntjes. Goed, toernooi, Haaglander voetbaltoernooi, jullie zitten er nog steeds in. Nou, vorig jaar zeg je al, we hebben 3 finales gespeeld, 3 verloren. Ja. Het is altijd weer leuk om in ieder geval een finale te bereiken. Afhankelijk van wie je dan krijgt. Nou ja, goed, dat is ook zo. En dat leeft wel bij die jongens. Dat is toch die wedstrijdjes in de Haaglander Cup is toch iets waar ze wel naar uitkijken. En wij nemen ze serieus. En gelukkig mogen we dit jaar 5 keer wisselen. Want dat vond ik ook wel prettig, omdat je toch op die dinsdagavond zit en wil je meerdere spelers gebruiken. En we proberen wederom die finale te bereiken. En dan dit keer winnend afsluiten. Je bent in ieder geval gewonnen van het was een mooie derby tegen Westlandia. Dat was een leuk potje. Ik moet zeggen, het lijkt, het was uiteindelijk strafschoppen, maar we hadden hem eigenlijk wel in de 90 minuten moeten beslissen. Maar het was een leuk pot. Coach Klop, teammanager en verenigingsmanager bij FC Schavenzande. Hoe gaat het met de club? Goed, heel goed. Ja, we zijn momenteel zijn we natuurlijk druk met een internationaal toernooi van de KNVB zijn we bezig. Ja, fantastisch. Afgelopen woensdag gespeeld. Nederland tegen Noord-Ierland. Denk 700 mensen langs de lijn. Dus, en als je dan ziet met hoeveel mensen we dat kunnen realiseren. Ja, dan moet je echt trots zijn op zo'n vereniging. Het is niet de enige activiteit, want FC Schavenzande kent het hele jaar door. Nog een paar van dat soort mega evenementen. Ja, natuurlijk. We denken alleen maar aan het bowlturnooi natuurlijk. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. De jongeren onder 14 vanuit heel Europa, noemen we op Chelsea, maar ook de clubs zoals Ajax, PSV, ADO, Feyenoord, die komen natuurlijk ook bij ons. En dat is leuk, hè. Dan zie je, net als afgelopen woensdag, dan zie je in Nederland zelf dan zie je jongens lopen die bij ons 2 jaar geleden natuurlijk op het bowlturnooi hebben geacteerd. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je dat ziet. En daar zijn we natuurlijk enorm trots om. Dan krijgen we het Royal Brinkman toernooi hebben we dan weer op tweede Pinksterdag. Dat is ook een heel spektakel met Kwik en Kwik Boys en Barendrecht en dat soort verenigingen. Ja, dan speelt de JO19, de JO17, de JO15 en de JO13 spelen dan bij ons. Ja, dat zijn echt evenementen waar je gewoon trots op moet zijn. Sportief gezien, ook vorig seizoen ging het uitstekend. FC Schavenzande zat in 3 finales. Die werden we alle 3 verloren. Ja. Een van die finales was het Haaglander voetbaltoernooi. En daarover hadden we contact, want ja, jullie hadden de tweede plek. Tweede plek betekent arrangement bij Sir Winston Leisure Center in de Halve Maan. Nou, jullie hebben een mooie datum daarvoor kunnen vinden. Ja, we hebben natuurlijk enorm moeten kijken van wanneer past het, hè, voor de groep. Morgen spelen we niet, omdat dus het Nederlands dat toernooi bij ons is. Hè. Morgen hebben we dan Tsjechië tegen Noord-Ierland bij ons op het terrein. Dus moesten we de wedstrijd uitstellen. Die wordt dan volgende week gespeeld tegen Achillesveen. Dus ja, een vrije zaterdag voor de jongens van het eerste elftal. En dan konden we mooi combineren met deze vrijdagavond. En ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we dat hebben. Goed, de finale hebben we verloren, maar deze prijs, we zitten nu heerlijk met het elftal en de begeleiding te eten in een fantastische accommodatie. Ja, daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Dat is echt heel mooi.
En daarna gaan ze nog even naar boven, gaan ze nog een beetje feesten. Ik denk dat ze nog wel even doorgaan naar boven om te feesten. En misschien dat ze nog wel de stad in gaan ook, een paar van die gasten. Dus ik zelf niet, want ik moet morgen weer op het sportpark zijn. Want ja, morgen hebben we natuurlijk weer een activiteit. Maar in ieder geval, ze gaan zich vast wel van maken, dat geloof ik wel. FC Schravenzand zit nog in het toernooi, dus rekening houden met zo'n leuke avond. De moeite waard om te trachten weer die finale te pakken. Ja, we gaan natuurlijk alles aan doen. Hè. Ze hebben nu geloot de winnaar van RKDO tegen Forum Sport. Nou ja, je zou zeggen dat dat moet kunnen. Hoewel dat natuurlijk ook wel gevaarlijke outsiders zijn altijd. Jongens die er ook voor gaan. Maar ja, we zullen ons uiterste best doen natuurlijk om weer die finale. En we willen ook wel eens een keer de finale winnen natuurlijk. Hè. We hebben 3 verloren, maar we gaan er nou voor om een minimale finale te halen. We zijn nog steeds actief in de KNVB-beker. We hebben 2 april hebben we Nooddorp thuis. En de Westland Cup die gaat weer draaien. Waar we natuurlijk ook altijd ons steentje bij dragen. Dat is natuurlijk ook een heel evenement in het Westland. Dus ja, proberen maar weer om een paar finales te bereiken. Wat ik wel knap vind van FC Schravenzand. Je zegt het zelf al. De KNVB-beker. We doen mee aan de Westland Cup. We doen ook mee aan het Haagland voetbaltoernooi. Belangrijke competitie op een hoog niveau. Toch zijn er al de clubs die zeggen ja, dat is voor ons een beetje te veel. Nee, ik denk dat Schravenzand daar heel duidelijk in is. We hebben natuurlijk een prachtige vereniging, maar we hebben ook een voorbeeldfunctie in de regio. Wij kunnen niet wegblijven bij de Westland Cup, wij kunnen niet wegblijven bij de Haaglander Cup. En de KNVB-beker, daar word je voor ingedeeld, die moet je afwerken. Maar ik denk dat Schravenzand altijd wel zijn uiterste best blijft doen om zeker met een representatief elftal in die toernooien deel te nemen.